zijn gestart met een renovatie van een beluchtingscircuit. In een beluchtingscircuit wordt het afvalwater belucht, waardoor er bacteriëngroei ontstaat. En deze bacteriën die eten als het ware het vuil in het water op. En uiteindelijk lozen we zeg maar, dat schone water weer op het oppervlaktewater. Uit onderzoek is gebleken dat het beton dusdanig beschadigd is dat we die gaan vervangen. We zijn vandaag gestart met het aanvoeren en plaatsen van de pre-treat wanden. Die twee binnenste ringen worden geplaatst. De elementen die ze nu aan het plaatsen zijn 6,5 ton per stuk. We hebben nu gekozen voor dat de leverancier die exact dezelfde wanden weer terugplaatst. Zodat uiteindelijk het dek ook weer precies past op de nieuwe ringen die er geplaatst worden. Hierachter zie je betonnen prefab elementen. Die zijn zo'n 6 meter lang en wegen om en nabij de 6600 kilo per stuk. Het werkt eigenlijk als een soort Lego. Deze elementen worden allemaal in een ring gezet en daarna worden ze gespannen met kabels, waardoor er een stabiele tank ontstaat. Deze tijdelijke pompinstallatie vangt als het ware het eerste afvalwater op en pompt het door naar het oude circuit, wat naast het beluchtingscircuit ligt. In dit oude circuit hebben we extra beluchting geplaatst, wat ervoor zorgt dat het zuiveringsproces gewoon door kan gaan. De beluchtingscircuit waar we aan moeten werken, droog kan worden gezet. De werkzaamheden verlopen tot nu toe volgens planning. Wat inhoudt dat we halverwege mei het beluchtingscircuit weer in bedrijf kunnen nemen. En alle tijdelijke maatregelen die we momenteel hebben ingezet weer kunnen verwijderen.